Het beroepsonderwijs is niet minder uitdagend dan het algemeen onderwijs. Deze informatie deelde Dionne Sumter, vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs, vandaag tijdens de kick-off van de kwaliteitsverbetering beroepsonderwijs op de studentcampus van de Anton de Kom Universiteit. Sumter stelde dit aan de hand van de resultaten van een live peiling die digitaal gedaan kon worden tijdens het evenement. 53% vindt dus dat zij niet eens dat het lager beroepsonderwijs minder uitdagend is. Het is dus wel meer dan 50%, maar het is dus niet een enorm verschil. Dus een groep vindt dus toch wel dat het lager beroepsonderwijs minder uitdagend is. En dit zijn dus allemaal de percepties waar we achter willen komen en die dus we aangepakt willen hebben. Want wij zijn niet van mening dat het lager beroepsonderwijs minder uitdagend is dan het algemeen vormend onderwijs. Het is een ander type onderwijs. Directeur beroepsonderwijs Robbie Holban zegt dat er eerder al onderzoek gedaan is naar verschillende aspecten aangaande het beroepsonderwijs. Volgens hem is gebleken dat onderwijs middels een verouderd systeem wordt verzorgd. Er is in verschillende rapporten zijn er een aantal zaken betreffende het beroepsonderwijs aangegeven. Staatshoel heeft in 2017-2018... een onderzoek laten doen door het DAE consultancybureau. En daar hebben ze dus aangegeven dat we met een verouderd curriculum werken. En de cijfers praten over curricula die al 50 jaar oud zijn. Staatsolie is verder gegaan en vorig jaar hebben ze, of in 2022, ik heb het jaartal hier niet getekend, hebben zij een onderzoek gedaan naar hoe het per staat met ons onderwijs en het ROC Noord-Holland heeft dat onderzoek voor ze gedaan. En daar kwam naar voren dat 25% van ons onderwijs praktijkgericht is. 75% van ons onderwijs is theorie. En we praten over beroepsonderwijs. Holban zegt dat er gewerkt moet worden aan verandering van de beeldvorming van het beroepsonderwijs. Hij geeft aan dat er gewerkt zal worden aan een aantal fundamentele aspecten om het beroepsonderwijs om te buigen.